We zijn hier vandaag in het Grienstveenpark. De reden hiervoor is omdat dit park voor de derde keer op rij de Rabo Club Supportprijs heeft gewonnen. Hiernaast staat het park ook in de top 5 nominaties voor het compliment van Drenthe. Genoeg redenen voor ons om een bezoekje te komen brengen. André, gefeliciteerd! Hallo. Ja, dankjewel. Voor de derde keer op rij gewonnen. Ja hoor, voor de derde keer op rij is er weer de Rabo Club Support. Gewoon geweldig dat wij zo'n bestemming krijgen. Wat is het geheim? Ja, het geheim. Ik denk dat hier heel veel mensen in de regio dus een bezoek brengen aan het park. Die weten ook altijd moeten draaien van giften en van donateurs en sponsoring. Die willen graag een centje bijdragen. En wat gaat u met het gewonnen bedrag doen? Het park bestaat 35 jaar. Maar na die 35 jaar, ja, de gebouwen die gaan allemaal een stuk of oud stuk en zo. Dat moet allemaal gemoderniseerd worden. En wat vindt u ervan dat u nou zoveel in de belangstelling staat? Ja, zoveel in de belangstelling. Het park, ja, de ene prijs naar de andere, weer een nominatie erbij. Ja, maar het park, dat is gewoon hartstikke leuk. Dat is gewoon hartstikke super. Naast dat u dit heeft gewonnen, bent u natuurlijk ook genomineerd voor het compliment van Drenthe. Ja, ja, ook nog. Wat vindt u hiervan? Ja, gewoon geweldig. Daar kunnen mensen ook weer op stemmen. Super mooi. En ik vind dit park, en zo, dat zijn ook mensen die helemaal niet op vakantie kunnen, ook om wat voor reden ook. Maar wel met kleine kinderen zitten ze thuis en dan kunnen ze even naar Grienstveenpark toe. Wat dus inderdaad vrij intree is. Ons bezoek zit er weer op. Mocht je nog willen stemmen voor het compliment van Drenthe, dit is mogelijk tot 7 december.